zijn vuurdoop, Marcel Keizer. Dante. En Super Mario, Balotelli met Sanchez. Hij is zijn schoen kwijt, Balotelli. En gooit hem dan woest als hij is op de grond. Maar krijgt geen vrije schop van Carlos Del Cerro Grande. Pakt goed uit, Younes. Younes met een rolletje. Had af kunnen leggen. Balotelli. Balotelli. Een afzwaaier, maar daar liet ze toch even zien. Oh, inleveren, Cardinale. Met bijna een cardinale fout. Helaas kan Ajax niet profiteren. Druk gezet door Younes en dan Dolberg. Balotelli. Oh. Onana. Eerste schop tussen de palen. Het is er eentje van Vincent Cosciello. Van de Beek. Schöne. Het schot. Oh, goede poging zeg. Cardinale bokst die bal naar buiten. Balotelli. En Viergever op tijd. Dan worden op onze wenken bediend. Ja, dit is uitstekend gespeeld. En dan is het raak. Balotelli scoort op aangeven van Jean-Michel Seri. En zo wordt het toch 1-0 voor Nice. En doet hij het toch, Mario Balotelli. Kijk, de dreiging, mooie passeerbeweging. En dan Balotelli. Sanchez rekent misschien wel op Onana en andersom. En dan staat het 1-0 voor Nice. Valt die bal goed? Younes? Nee, net niet. Schöne kort. Ziyech. De Ligt komt niet tot een actie. Younes. Kluivert. Is de kans. En daar is de goal. De belangrijke uittreffer van Ajax. Het is Donny van de Beek. Ja, dit is een heugelijk moment voor Ajax. Maar ook een bijzonder moment natuurlijk. Dat juist de jeugdvriend van Nouri de treffer maakt. De boezemvriend. Ja, hij klopt op zijn hart. En bal een begin van de tweede helft. De doelman Cardinale die bal wegstond. En dan in één keer, hij staat, het zijn gezegd, op de juiste plek. En Favre grijpt naar het hoofd. Want Ajax komt hier in het begin van de tweede helft op gelijke hoogte. Donny van de Beek doet het. Younes. Schöne kan uithalen. Schöne. Ja, met deze doelman weet je het nooit. Le Marchand. Sar. Goede ingreep van Van der Beek. Nou, Dolberg. Opnieuw Kasper Dolberg. Balletje meegeven.
En dan het schot van Viergever gekraakt. Voorzet van Van der Beek en daar, oh, de lat! Davinson Sanchez raakt de lat. Daar was bijna die tweede Ajax-goal. Helemaal vrij. Ja, Ajax sluit niets op. Neres. Nog steeds. Younes. Goeie bal. Frenkie de Jong met de tweede Ajax-goal. Nee, Cardinale. Nou, wie haalt de trekker over? Van der Beek. Ook hij niet. Tegenstoot niet. Oppassen geblazen. Maar deze paas is slecht. Hier nog eens de Jong. En de redding van Johan Cardinale. Goh. Van der Beek. Nou, de Jong wilde die bal in de voeten krijgen. Nou, hier alsnog. De Jong, Dolberg, het schot en de redding van Cardinale. Sanchez sterk. Oh, die bal valt voor de voet van Marcel. Hij geeft geen strafschop. Hij staat er echt 2 meter vandaan en ziet er geen overtreding in. En ik denk dat hij gelijk heeft. Carlos Del Cerro Grande. Maar wat speelt Ajax met vuur, zeg. In de extra tijd. Tegenstoot komt er ook niet echt. Ezerik. En de kans op de 2-1. Die gaat voorlangs geschoten door Plea. Het eindigt hier uiteindelijk als alle rookwolken zijn opgetrokken bij Nice tegen Ajax in 1-1. Tevredenheid natuurlijk aan de Amsterdamse kant. OJC Nice 1, Ajax 1.